Hey hoi, ik wil jullie iets gaan vertellen over de stroming Cobra. Met maar een handjevol plaatjes. Ik denk dat het maar een vrij kort filmpje wordt. Want, en er zitten nog filmpjes bij, en waar weinig schilderijen. Misschien een beetje de Europese tegenhanger van het abstract expressionisme. En ook... Zeg maar, het abstract expressionisme ontstaat vanuit het surrealisme. Ook dit zou je kunnen zeggen ontstaat min of meer uit het surrealisme. Maar dan een soort heftigere variant ervan. Maar ik kan me ook voorstellen dat je als je dit ziet, dat je denkt van ja, maar dit hebben we vorige week ook gezien. Dit lijkt wel heel erg op die abstract expressionisten. Dus je zult dadelijk zien dat het net wel iets anders is. Maar het heeft zeker veel raakvlakken. Het woeste werken met verf, felle kleuren, richting abstractie. Het materiaal wat een rol speelt, het handschrift. Je ziet dat het, weet je, wat we vorige week ook zagen, dat het schilderen bijna een soort gevecht is in een arena. En dat het schilderij een herinnering is aan die handeling. Nou, hier zie je ook dat de handeling en het materiaal een hele belangrijke rol speelt. Dus er zitten veel raakvlakken. Maar goed, een paar dingetjes over Cobra. Want het is, in Nederland speelt er ook een rol in. En een kunstenaar die jullie denk ik allemaal kennen, Karel Appel, was de grootste naam van van de Cobra-beweging. Die speelde zich zo'n beetje af tussen 1948 en 1951. Net na de Tweede Wereldoorlog, ja, vlucht... Karel Appel en zijn vriendjes vluchten eigenlijk naar Parijs, want dat is het centrum van de kunst natuurlijk, daar wilde je zijn. Nederland was toch een beetje truttig, die snapte hun eigenlijk niet zo goed. Zij snapte Nederland niet en zij wilde jong, fris, woest, heftig, wilden ze tekeer gaan. En daar was het kunstklimaat in Nederland niet goed genoeg voor. Dus snel weg, net als Mondriaan natuurlijk, die ook snel wegging. De naam Cobra heeft nog wel iets Nederlands. En uiteindelijk kreeg ze natuurlijk wel af en toe een tentoonstelling in Nederland. En werd het uiteindelijk de beroemde stroming van Karel Appel. Overigens zijn ze natuurlijk na 1951 gewoon doorgegaan in hun signature stijl, in deze stijl. Dus je kan zeggen, ja, de beweging bestond niet meer. Het clubje, de vriendengroep die samen tentoonstellingen organiseerde en die samen een tijdschrift uitbracht... Die bestond niet meer, maar de kunstenaars bestonden natuurlijk nog wel. En die bleven een beetje in deze stijl doorwerken. Ik ben een paar jaar geleden een keer naar een grote Karel Appel tentoonstelling geweest. En eerlijk is eerlijk, ja, ik vond zeg maar, er eigenlijk nul ontwikkeling in zijn werk zitten. Hè? Kijk, bij Rembrandt kan je zeggen, je hebt de vroege periode, en de middenperiode en de late periode. Maar bij Karel Appel, of hij nou 80 was of 20, zouden zijn werken gewoon inwisselbaar kunnen zijn. Zo'n beetje. Maar dat terzijde. Hey, Kopenhagen staat voor Cobra staat voor Kopenhagen, de C en de O. Brussel, van Brussel en de A, Cobra, van Amsterdam. Oh, het is echt triest dat ik het zo uitleg, maar goed, maakt niet uit. Dus een beetje internationale stroming. En eigenlijk waren de Denen degene die nou ja, in ieder geval al het verste waren, die waren ook wat ouder. Dat was een soort afsplitsing van het surrealisme. Die veel heftiger en woester tekeer gingen. Maar er zijn nog een aantal dingen interessant. Ze waren heel erg geïnteresseerd in low art, zou je het wel kunnen noemen. Dus we hebben, als je de abstract expressionisten, daar hangt toch een beetje een zweem van high art overheen. Hè? Een soort exclusiviteit, je moest er slim voor zijn, niet iedereen snapte het. De Cobra-kunstenaars zelfs, die wilden het eenvoudige alledaagse leven terugbrengen in de kunst. En zij geloofden dat het helemaal niet zo elitair hoeft te zijn. Dat je er helemaal niet zo fancy over hoeft te doen, over kunst. Dus Karel Appel heeft ook uitspraak gedaan als, ik rotzooi maar een beetje aan. En dat is helemaal niet waar, want als je zijn schilderij ziet, dan denk je, ja, hij heeft echt wel verstand van hoe die met verf moet vechten op een doek. Hij is echt een goede warrior, zeg maar, met verf. Maar hij zegt het om expres een beetje die elitaire kunstwereld te kakken te zetten. Van, nee, ik ga er allemaal niet ingewikkeld over praten, want dat staat allemaal nergens op. En dat geloofde hij ook.
Hij geloofde ook dat je er niet ingewikkeld over moest praten. Hij zei, als je echt een goed kunstwerk ziet, dan hou je je bek, zei hij letterlijk. En dat bedoelde hij natuurlijk mee van, ja, dan moet je gewoon je mond houden, je moet ervoor gaan staan en het schilderij spreekt voor zichzelf. En je hebt er geen allerlei verkooppraatjes van nodig van intellectuele kunstleraren enzovoort. Het schilderij zorgt ervoor dat je gewoon ja, met stomheid geslagen bent en alleen maar geniet van wat er gebeurt aan spektakel. Maar omdat ze ook bijvoorbeeld ook zo'n, die wereld van de kunstwereld, als het ware terug wilde brengen naar de normale wereld, vonden ze het interessant om bijvoorbeeld ook te kijken wat kindertekeningen voor kwaliteiten hadden. En wat ze ook heel interessant vonden was kunst die gemaakt werd door gekskes in het gekkenhuis. Dus mensen die helemaal van het padje waren. Geesteszieken is dan het volgens mij het chique woord daarvoor. Gekkies, die kregen wel eens in die instituten waar ze dan opgesloten zaten, verf enzovoort en kwasten. En daar kwamen hele duistere, woeste, primitieve, instinctieve, spontane schilderijen uit. En daar waren ze super door gefascineerd. En die werden ook gewoon tentoongesteld tijdens Cobra tentoonstellingen, tussen de werken van de kunstenaars. Dus niet, ja, dit zijn de echte kunstenaars en dit zijn de gekkies. Nee, gewoon dwars door elkaar. Kindertekeningen werden volgens mij ook gewoon erbij tentoongesteld. En ze wilden in ieder geval naar die kinderlijke taal. En dat had een reden. En die reden is, er is weer een oorlog geweest. De Tweede Wereldoorlog. En net als na de Eerste Wereldoorlog, dat kunstenaars vanaf een soort nulpunt willen beginnen, denk aan die Dadaïsten, denken zij ook als het ware weer van, we gaan vanaf een nulpunt beginnen. Fuck alle regels, we gooien alles overboord. Waar kijken we dan naar? Dan kijken we naar kindertekeningen. Want kinderen zijn nog niet verpest. Dus als je als het ware teruggaat naar die lekkere spontaniteit van kinderen, en als je dat kan bereiken in je schilderkunst, dan ben je op de goede weg. Dus in die zin zit er een raakvlak met kindertekeningen. Als je hiervan zegt, ja, dan kan mijn kleine broertje toch ook. Wat niet zo is, hè? Geef je kleine broertje maar eens gewoon een pot met verf. En hij maakt er niet zoiets van. Absoluut niet. Ik weet het, want ik heb het gedaan met mijn kinderen. Daar komt gewoon één grote bruine drap van. Maar als je dat gevoel hebt van, ja, maar dat kan ik toch ook, dat kan iedereen toch ook. Dat zou bijna een compliment zijn voor de kunstenaars. Want dan hebben ze iets oorspronkelijks aangeraakt, iets authentieks, iets onschuldigs, iets spontaans. Toen we nog kinderen waren, konden we nog zo denken. Toen waren we nog niet verpest door de regeltjes. Dus dat zit in die kunst. En dat kan je alleen maar zien door... veel van die kunstwerken zitten, daar zitten copyrights op. Dus je kan er niet zulke goede afbeeldingen van vinden. Maar je ziet wel, als je dit soort screenshots ziet van Google, krijg je wel een beeld. Lekkere, felle kleuren. Een hele eenvoudige beeldtalen. Dus eenvoudige, gestileerde, vereenvoudigde vormen. Heftige kleuren tegen elkaar. Plat. Geen regeltjes. Spontaan. Zie je? Dit is een kunstenaar die heet Corneille. En tenminste, hij noemt zichzelf Corneille. En dat is een Nederlandse kunstenaar ook. Dit is Karel Appel. Nou, hier zie je al dat hij soms wat meer, soms wat minder figuratie gebruikte. Hier zie je ook dat kindertekeningen een rol spelen. Felle kleuren een rol spelen. Heel spontaan en expressief aangebracht een rol speelt. Dit is volgens mij ook nog Karel Appel. En hier zie je iemand die heet Lucebert. En die werkt weer net iets figuratiever. Maar je ziet een soort vereenvoudigde kindertekeningachtige koppen in die felle kleuren omlijnd. Dus het heeft een beetje die expressieve beeldtaal. Het heeft ook iets surrealistisch, hè? Dat spontane, intuïtieve, snel tekenen zonder er hard bij na te denken. Verstand op nul. Zij vonden zelf dat ze toch anders waren dan de surrealisten. Ja, dat moet ook wel, want ja, als je jezelf zegt, ja, wij zijn eigenlijk surrealisten, dan zeg je, ja, we zijn eigenlijk gewoon een stroming die al 30 jaar bestaat. Maar je wil natuurlijk jong en fris zijn, dus noemden ze toch echt heel anders wat ze deden. Maar je moet eens kijken naar, het zijn fantastische werken, materiaal speelt een rol. Dus het is goed om die eens gewoon eens rustig te bekijken. Er is een mooi museum in Nederland wat speciaal over Cobra gaat, in Amstelveen, het Cobra Museum. Daar hangen al dit soort, het zijn ook grote werken vaak.
met een lekkere materialiteit. Als je dit kan tijdens je praktijk, dan kan je echt mooie dingen maken. Want ze werken, hè? Ze hebben toch iets esthetisch. Hè? Die lekkere kleuren. Dat spontane van die er was ooit een toetsvraag. Waarom kan je min of meer aantonen dat de maker van dit werk, dit is volgens mij een Karel Appel toch? Waarom de maker van dit werk, ook al pretendeert hij een kindertekening te maken, alsnog een kunstenaar is die weet wat hij doet. Of snap je, in die zin, zoiets werd het geformuleerd. En dan moest je dus echt bedenken, maar er zit echt wel een hele slimme uitgedachte compositie in. En de kleur rood is heel mooi gebalanceerd over het doek aangebracht. Als een soort spicy Spaanse pepers, links en rechts. De kleuren zijn niet helemaal kriskras door elkaar tot een grote drap aangebracht. Maar ze zijn best wel gescheiden van elkaar aangebracht. En zo zit er een aantal elementen in. Ik denk van ja, het is stiekem net iets te slim om door een kind gemaakt te zijn. Maar het heeft wel een beetje die kwaliteit. En je moet het zien. En daar heb ik wat beelden van. En ik denk dat deze wel. Oh, okay. Karel Appel. Was een. Dit is Parijs hoor. Karel Appel is al in Parijs. En die gaat een tijdje door. En dan komen ze een schilderij brengen bij zijn studio in Parijs. Ah, leuk hè, die beelden. En dan gaat hij los. Ja, oké. Okay. En Karel Appel moet je dus aan het werk zien. Er zijn veel filmmakers geweest die wat later, toen hij wat populairder was en in Parijs woonde of in Amerika was, en eigenlijk helemaal niet zoveel in Nederland kwam. Dit is volgens mij in 1961. Dan is er een filmmaker die heel erg geïnteresseerd is in wat hij daar allemaal sjouwt. En dan worden er een paar films gemaakt van Karel Appel. En hier krijgen we een paar stukjes Parijs te zien, dat hij een beetje rondsjouwt. Laat een beetje de tijd zien. Oh. En dan zie je hem het gevecht aangaan met het schilderij. Hij staat ervoor. Het witte doek. Alles flat. En deze beelden, die waren heel inspirerend voor kunstenaars, maar ze choqueerden ook wel een beetje het truttige Nederland nog steeds. In de jaren 50 en 60 en ze eigenlijk zelfs tot veel later nog. Mijn ouders die snapten hier ook helemaal geen zak van volgens mij. Nee, van gast, wat ben je aan het doen? Nog veel mensen vandaag de dag vinden het nog steeds een beetje gek dat je zo op die manier kunst maakt. Is dit nou kunst? Kan toch iedereen? De muziekje erbij. Ik dacht dat hij nog bij ging praten, maar dat is niet. Ik hoop niet dat de muziek te hard doorkomt. Maar je ziet, dit is Cobra. Maar het is ook een beetje abstract expressionisme. Gooien, smijten, vechten. Het is super lekker om te doen trouwens. Ik heb het, toen mijn kinderen jong waren, nog regelmatig gedaan op grote doeken. En dan tubus verf leeg spuiten en een soort glijbaan ervan maken. En de kinderen zijn hier niet echt bezig met hoe het eruit gaat zien. Je ziet dat hij zijn kleuren slim scheidt hè, op het compositorisch. Af en toe stap je achteruit, af en toe een bakje koffie. Grote doeken. Muziekje. Het is in een gevecht, hè, is het, woest. Met zijn paletmes. Had ze flat. De verf zit er ook vaak dik op. Het is olieverf. Dus het duurde jaren voordat het een beetje gedroogd was. Als olieverf een olieverf droogt heel slecht. En dus als het een centimeter of twee dik op je doek zit, dan duurt het jaren voordat het echt door en door hard is. Je ziet hem gaan. Dus dat is Karel Appel en Cobra.
in ieder geval ook een mooi, ja, te gek filmpje van en een mooi beeld van. Tot zover Cobra.